gaan het hebben over Moulin Blues. Ja, daar gaan we het over hebben, want daar moeten we het over hebben. Dat was namelijk een paar hele mooie edities de afgelopen jaren. En ook dit jaar zijn ze weer aan de gang gegaan. In Ospel, het pittoreske Ospel mag ik wel zeggen. Sinds de oprichting langzaamaan steeds groter en groter en groter aan het worden. En namens de organisatie bij mij in de uitzending, Naart Vaas. Naart, een hele goede middag. Goedemiddag. Ja, terugkijken op afgelopen weekend. Wat is je het meest bijgebleven dan? Nou, er is heel veel bijgebleven. Maar La Perra Blanca en Spaanse Band, die is wel aardig bijgebleven. Ja. En die hebben in een klein tent hebben ze de tent weggeblazen. En ik denk dat Sugarmill Slim de mensen wel verrast heeft, kunnen we denk ik wel zeggen. Ja, die stond in zijn onderbroek stond hij op het podium. Dus daar hebben veel mensen wel van genoten, zullen we zeggen. Ja, even de cijfers bij elkaar. Hoeveel mensen hebben er dit weekend van het festival mogen genieten? Ik denk dat we uiteindelijk rond de 3100 mensen zijn gekomen die hier zijn geweest. Die ondanks het ontzettend slechte weer en het veld toch zijn komen kijken. Ja, ik vind het altijd zo bijzonder. Ik ga je meteen eerlijk bekennen, ik ben nog nooit bij Moulin Blues geweest. Schaam je. Ja, nodig me uit, Naart. Het idee wat ik ervan krijg van het festival, van buitenaf, voor mensen die ik ken die er wel naartoe gaan, dat is zo, omdat het kleinschalig is, zo ontzettend gezellig is. Kan je dat bevestigen? Ja, sowieso als organisatie kan ik dat bevestigen, maar bijna iedereen die bij ons geweest is, die zegt na afloop, als ik dit eerder had geweten, waren we vaker gekomen. Ja. Omdat zo'n gemoedelijke sfeer hangt. Er is geen herrie. Men helpt elkaar hier. Die sfeer hangt hier rond. En dat is denk ik de kracht. En ook is de kracht dat wij alles met vrijwilligers doen. Dat is ook een valkuil. Want je moet ze bij elkaar zien te krijgen. Mm-hmm. Maar dat is wel de kracht van Moulin Blues. Dat we echt teren op dit soort mensen. En daardoor ook die gemoedelijkheid hebben. En we doen het echt allemaal samen. Niet alleen met een bestuur, maar echt met vrijwilligers en alles en iedereen. Ja. Hoe doen jullie dat, die vrijwilligers ook bij elkaar krijgen? Want ik kan me voorstellen, dan heb je er wel meer dan 100 nodig, of niet? Ja, we zitten rond de 400-500 vrijwilligers. Dat gaat van jongere groepen. Ik zit zelf ook in het voetbalwereldje. Dus ik probeer een aantal jeugdteams te charteren die hier tegen vergoedingen, zal ik maar zeggen, komen helpen. Mm-hmm. Heel veel face-to-face gesprekken met mensen. En uiteindelijk als ze allemaal een keer zijn geweest, ja, dan zeggen ze vaak, ja, we willen blijven komen omdat gewoon die sfeer zo prettig is. En dat helpt wel. Maar ja, je ziet het overal, het is een hele grote uitdaging om vrijwilligers te krijgen. Dat geldt ook voor ons. Ik sta nu op het veld, het is echt een teringband hier. De mannen hebben echt ontzettend hard gewerkt, maar ja, we zijn helaas echt al enkele dagen nog bezig om dit op te ruimen. Ja, daar kan ik me iets mee voorstellen. Hey, even naar de voorbereiding van het Moulin Blues. Hè? Want ik had eens even door de lijst met artiesten zitten scrollen en dan ging ik zo even op mijn Spotify opzoeken. En dan zie je dat een aantal van die artiesten, die hebben niet meer dan 100, 200 luisteraars per maand op zo'n platform. Hoe komen jullie dan toch bij die artiesten uit? Ik denk, we hebben drie programmeurs en de kracht van die drie heren is dat zij de talenten weten te vinden. De grote artiesten kunnen wij financieel bijna niemand krijgen. Mm-hmm. Worden door de grote promotiebureaus worden die omhoog geknald qua financiën. Ja. Dus de kracht ligt dat wij de talenten zoeken. En daarom komen mensen ook naar Moulin Blues, omdat ze vaak iets verrassends willen zien. En dat lukte ieder jaar ontzettend goed. Dus vandaar dat ik de naam met La Perra Blanca zei. Uit het niets stonden ze er. Er stond hier een jonge gast, DK Harrell, McKinley James. Allemaal jonge gasten. Ja, en daar komen de mensen voor. En dat is echt wel de kracht van de programmeurs, dat ze die talenten weten te vinden. Dus je kunt je voorstellen dat zij echt al zo diep in de materie zitten om dit soort artiesten te vinden. Mm-hmm. En dat is ook wel een beetje de uitdaging voor ons. Dus dat doen we er natuurlijk ook voor. Nou, zeker ja. Hey, en dat publiek, zie je dat langzaamaan ook voor mee veranderen door de jaren heen? En wat je zegt, hè, je kent van via de voetbal veel mensen. Misschien dat daar jonge mensen worden geïnspireerd om er ook een keer naartoe te gaan. Of blijft dat wel redelijk een vast clubje mensen die jullie ieder jaar mogen ontvangen? Ja, dat is zeker een vaste club mensen die wij mogen ontvangen. Daar zijn we ook heel dankbaar voor, want zo simpel is het. En de jeugd is niet zo snel te porren voor de blues. Maar ja, de blues komt vaak op een iets latere leeftijd. En vaak merken we hier dat als dat jongeren met ouders mee zijn gekomen, dan groeien ze er vanzelf vaak in. En ja, zo gaat dat vaak toch over. En ja, ons publiek is wat ouder. Maar we hebben ook dit weekend heel veel jongeren mogen begroeten. En
Dus het is gewoon ook een uitdaging om die mensen binnen te krijgen. Dat hoort er ook een beetje bij, hè? Ja, zeker. En nu ben je nou al meteen bezig dan ook weer met volgend jaar? Of is het eerst even een paar maandjes niks en dan kalm aan weer aan de gang voor de editie van volgend jaar? Nee, wij zijn een 11-koppig bestuur en iedereen is nu alweer bezig, los van het opruimen. We zijn nu alweer bezig met de voorbereidingen van volgend jaar. Waarbij al een aantal artiesten eigenlijk alweer gestrikt zijn. Ja. Want zo werkt dat en dat worden weer hele mooie verrassingen. Maar je mag wel van mij weten dat wij heel blij zijn als dit allemaal opgeruimd is hier. Want het is echt ontzettend hard werken voor alle vrijwilligers hier. Daar kan ik me iets bij voorstellen, na al die regen die gisteren ook nog uit de lucht is komen vallen. Ja, en er komt helaas nog meer aan. En het is wat het is. Dat is ook de blues, zullen we zeggen. In goede en slechte tijden. Dus we redden het ook wel weer. Even terug naar het mooie van Moulin Blues, de muziek. Die klinkt het lekkerste, denk ik, met een lekker glaasje drank in de hand. En er lekker van genieten. Je had het over La Perro Blanco. Ik ga Came Back Home van hun draaien. Maak mij en andere luisteraars van Weer de Vam even enthousiast. Waarom moeten we hier naar luisteren? Waarom was dit zo ontzettend goed op het Moulin Blues Festival van 2024? Omdat je hier een Spaanse zangeres kreeg die in het publiek ging staan. Die de mensen aan het dansen kreeg van voor tot achter. Die knalde, die rammelde. Het swingt. Dat is enigszins rock'n'roll gecombineerd met blues. Uit het zuiden van Europa. En daar krijg je gewoon zo'n warm gevoel van. Daar krijg je gewoon echt goede zin. Dus ik zou zeggen, pak je fles bier erbij en ga lekker dansen in je kamer. Naart, dankjewel en succes nog met opruimen. Dankjewel, groeten. Hoi, hoi. Hier hoor je.